De Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, staat achter de actie van het mediacollectief. Namens de vereniging is er een verklaring uitgegeven door voorzitter Carla Boetius. Een groep journalisten en mediawerkers heeft gisteren zijn ontevredenheid geuit door een protestbrief in te dienen bij het kabinet van de president, de vicepresident en de Nationale Assemblée. De mediawerkers willen onder meer dat de inleidingen van de president en de ministers korter zijn. Ze duren nu zo lang dat er weinig tijd overblijft om vragen te stellen. De journalisten willen ook makkelijker toegang tot ministers. Boetius geeft aan waarom de SVJ de protestbrief ondersteunt. En waarom doen we dat? Omdat niet alle journalisten en mediawerkers lid zijn van de SVJ. En als de mensen zeggen en aangeven in het veld problemen te ondervinden of tijdens persconferenties problemen ondervinden, dan moeten ze dat kenbaar kunnen maken. Ze hebben de SVJ, het bestuur, eerder op de hoogte gesteld en wij hebben gezegd, doe je ding, wij ondersteunen jullie. En dat hebben we vandaag ook gedaan middels een verklaring. En wat moet de samenleving begrijpen middels deze verklaring? Met deze verklaring geeft de SVJ aan, ten eerste, we zijn op de hoogte van de actie. Ten tweede, we ondersteunen het, want journalisten moeten vrijelijk hun werk kunnen doen en niet belet worden. Journalisten zijn degene die de informatie op een zo objectieve mogelijke manier moeten brengen. En daarin mogen ze niet belemmerd worden. Ze hebben onder andere aangegeven dat er ellenlange inleidingen worden gehouden. En daarna zijn zij dan niet in de gelegenheid om vragen te stellen. Dat kan niet, want het gaat om een persconferentie. Dat wil zeggen, degene die aan het woord komt, geeft de informatie aan de pers, die het dan verder moet distribueren naar het volk. Boetius zegt verder dat als journalisten inderdaad belemmerd worden om kritische vragen te stellen, de SVJ moet inkomen. En dat is precies waar het mediacollectief aangeeft moeite mee te hebben. Als je een persconferentie leidt, ben jij niet degene die de informatie verstrekt. Wat je moet doen is ervoor zorgen dat er geen chaotische situatie ontstaat. Maar dat degene die de informatie moeten verschaffen goed voorbereid komen, zodat zij ook de informatie kunnen verschaffen, maar dat de mediawerkers en de journalisten rustig, onbelemmerd hun vragen mogen stellen. En daar ben ik ook misschien als gezegd zou worden van dat iemand een samengestelde vraag heeft uit 5 delen, dat kan ook niet. Want ook de journalist moet goed voorbereid gaan en gericht, kort en zakelijk de vragen stellen en ook geen inleidingen gaan houden. Dus van beide kanten. De journalisten moeten goed voorbereid zijn. Je kan kort en zakelijk je vraag opstellen en vragen. En die vraag stellen. En aan de andere kant de ministers, de DNA, de president. Die moeten ook goed voorbereid zijn om en ook getraind worden om kort en zakelijk in te gaan op de vragen. Dan denk ik dat beide partijen heel blij zullen zijn en dat de samenleving dan de lachende derde zal zijn. Want de informatie zal verschaft worden en op een goede manier gebracht worden. De groep journalisten zal binnen afzienbare tijd antwoord krijgen, gaf minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken aan. De brief is ingediend door vertegenwoordigers van radio, televisie, krant en online nieuws.